Safi en Spree brachten vorig jaar hun eerste album uit bij het Belgische label Eigenmakelij. Sinds kort zijn de Belgen getekend bij Top Notch en daar droppen ze binnenkort hun tweede album, Fase 2. Yo, what's up? Wij zijn Safi en Spree. Ik ben Safi uit Mechelen. Ik ben Spree uit Gent, obviously. Vandaag zijn we ook hier in Antwerpen voor de tweede clipshoot voor de nieuwe single Voor U. Yes, gemaakt door Kraftstof. Shout-out naar die boys. En ja, yeah, hopelijk wordt het iets. We checkten elkaar en dan zo van, ah, dit is wel dope. En dan zo zijn we opgeroepen geraakt van kom, we gaan eens iets maken samen. Eigenlijk, Eigenmakelij is meer een soort van kliek dan echt een label. We zien het meer als een soort van vriendengroep die gewoon muziek uitbrengen. Je kunt het een beetje, nu ook met het hele Topnotch verhaal voor ons, kunt je het een beetje vergelijken met de FTG-groep. Hoe hebben we de doorbraak in België beleefd? Dat is crazy. We hadden Herinner mij uitgebracht en kort daarna was er zo'n hele heisa van dat de Hollandse hip-hop beter is dan de Belgische, omdat die meer wordt gedraaid in België. En daardoor had Studio Brussel was al van plan om de week van Eigen Kweek te lanceren, dat was op de radio. En alleszins Herinner mij was het meest aangevraagde. En dan hadden ze besloten om het ook in de playlist in hoge rotatie te smijten. Dus ja, eigenlijk hebben we het ook een beetje te danken aan Studio Brussel. Geen cadeautjes, bills te betalen. Je chickie gown en ze heeft al een ander. Een job zou er dankbaar zijn, want je staat rood op de bank, maar kijk er niet naar. Want vanavond vlieg ik weg van hier en laat ik alles achter en kom terug, maar niet vannacht. Dan ben ik in mijn eigen zone, laat de tijd gewoon voorbij gaan. Hoe is die deal met Top Notch tot stand gekomen? Wel, eigenlijk, we moesten optreden op Booma Beats. Toen had onze manager Robin Tulkens had dan een mail gestuurd naar labelbazen en allerlei mensen die bezig zijn met hip-hop en zo in Nederland, waaronder Kees. En Kees had dan teruggestuurd van ja, ik ga er niet kunnen zijn voor die show, maar ik wil zeker eens meeten. En voordat we het wisten, hadden we contract in onze mailbox. Dus het is ook een soort van, ja, toch wel een eer of zo. Het wordt nooit echt gezien als mogelijk in Vlaanderen of zo voor getekend te zijn bij een groot label. Ja, zeker Topnotch. Dat was waar alle Belgen altijd van zeiden. Dat is wat België mist, wat Vlaanderen, wat er niet is in Vlaanderen. En ja, zo zie je maar. De Vlaamse hip-hop scene, scene echt een kutwoord, maar ja, die kijkt wel eigenlijk wel op naar de Hollandse scene. Ik denk dat het nu wel zo wat meer bedaard op dat vlak. België is zelf ook echt aan het groeien. Dit is niet van mij, dit is van u. Wij blijven op. Even niet meer zoeken naar het noorden. Even niet meer denken aan wie ik al ben verloren. Yeah. Dit is opgeheven hoofd nu. Even geen levensverhaal of docu. Yeah. Dit is glas vol en drink maar. Alle miserie vergeten toen dat je een kind waard. Doe alsof het niks. We mikken vooral hoofdzakelijk op Vlaanderen, België. Maar als Nederland mee in het plaatje past, ja, zoveel te beter. En we geloven daar wel in. Het album Fase 2 komt uit 19 april. Yes. En de dag erna, de 20e, doen we de release in de AB. Ja, maar die is al uitverkocht. Dus daar kun je helaas niet bij. Maar er is wel nog een release in Gent, de 9e mei en de 10e mei in Mechelen. In onze dus hometown. Dus als jullie Fase 2 willen komen checken, kom naar daar.